In januari 2024 meldde zich bij mij op een sprekerstraining die ik gaf een flamboyante, geswanjeerde advocaat met golvend haar. En tot enige verbijstering van de groep sprak hij als volgt zijn allereerste woorden: mijn motto is lul. Oftewel, leef uit liefde. Afkorting. Want leven uit liefde, dat is het hart van de visie van Willem-Jan Ausma. En zijn pleidooi is wat ik dan zou noemen recht uit het hart. Levert misschien niet zo'n mooie afkorting op, maar dat is mijn vocabulaire. En dat is eigenlijk waar je voor pleit, Willem-Jan. Recht uit het hart. He, recht vanuit verbinding, vergeving en verzoening. En allemaal voelen we natuurlijk ook wel de spanning als zo'n appel wordt gedaan vanmorgen. Want wat is nou wijsheid? De hoogste boom of een leerzame straf? Misschien wel een taakstraf. Wat is daarin nou eigenlijk wijsheid? Is het wijsheid om mensen uit te sluiten omwille van onze veiligheid? Of juist om ze in te sluiten vanuit menselijkheid? Gaat het nu eigenlijk om genoegdoening in het recht? Of juist om genade? Wat is ware wijsheid? En we hebben allemaal onze eigen gedachten hierover en onze eigen ervaringen hiermee. Nou, bij recht uit het hart moest ik denken aan iemand uit de Bijbel, die had een dubbelfunctie, koning en rechter, Salomo. En Salomo is een hele jonge gast als hij de kans krijgt van zijn leven. Namelijk, God die verschijnt aan hem in een droom en hij zegt: Salomo, vraag maar wat je wilt en ik zal het jou geven. En de gier natuurlijk van alles kan niet anders, hè, door het hart van Salomo op dat moment. En ik zat te denken, nou, we weten van latere leeftijd dat hij nogal een zwak had voor vrouwelijk schoon. Misschien dacht hij wel van, zal ik wel 1000 vrouwen wensen? Of misschien dacht hij van, nou, ik zou wel wensen dat ik een hele boomgaard heb vol met gulle gelbomen. Of misschien dacht hij wel, zal ik wensen dat mijn koningschap nog groter zal zijn dan dat van koning David, mijn eigen vader, die een legendarische koning is geweest. Ik kreeg haast zo'n Aladdin gevoel bij dat verhaal. Wij keken dat met gezin afgelopen zomer nog, Aladdin, en dan zie je dat hij allemaal twijfels heeft, maar ook verleidingen van wat zal ik wensen als ik de kans krijg om te wensen wat ik maar wil. Want er is zoveel verleidelijks om te wensen in je leven. Er is zoveel moois, er is ook zoveel goeds wat je zou kunnen wensen. En je ziet dan die hele strijd en die vertwijfeling bij Aladdin. Maar ik wil die vraag vanmorgen gewoon bij jou neerleggen. Wat zou jij wensen als echt de sky the limit was? Wat zou jij wensen? En het interessante is, het antwoord op die vraag laat eigenlijk ook zien wat er op dit moment leeft in je hart. Als er geen grenzen zouden zijn, als er alles mogelijk is, Joël, wat wil je, ik ga het voor je fixen. Dat laat zien, waar is mijn hart uiteindelijk bewogen mee? Het antwoord op die vraag. Nou, Salomo die vraagt niet om vrouwen, hij vraagt niet om rijkdom, hij vraagt niet om een glansrijke carrière, hoewel hij van dat alles absoluut zal proeven in zijn leven. Maar hetgeen waar Salomo op dat moment om vraagt aan God, dat is wijsheid. En dat heeft hij ook heel snel nodig, want hij moet meteen daarna moet hij recht spreken, is hij in de rechtszaal en er melden zich bij hem 2 dames van lichte zeden, die komen voor zijn troon. En allebei die dames, die hebben net een babytje gekregen, maar ontzettend tragisch, 1 van die babytjes is overleden. En ja, Salomo, die had dus inderdaad geen DNA-test, geen afluisterapparatuur. Hij had geen camera's waarmee hij dat inzichtelijk kon maken. Dus hij bedacht een lumineus idee en hij zei, joh, laat me een flink zwaard brengen. En er wordt hem een zwaard aangedragen en hij zegt, nou, dit is mijn voorstel. Ik snij dat kindje door 2 en hebben allebei de vrouwen 1 stuk. En de nepmoeder stemt in met het voorstel. En de echte moeder die weet niet hoe snel ze moet roepen, maar nee, doe dat niet, alsjeblieft niet, geef het kindje dan maar aan haar. En zo wordt door Gods wijsheid in Salomo op een ontzettend ingenieuze, wijze manier duidelijk wie de echte moeder is van dat kindje en zij mag het kind ook hebben. Wat een ware wijsheid.
Nou, we kunnen heel makkelijk vandaag de fake moeder afvakkelen. Maar ik wil vanmorgen in de geest van topadvocaat Willem-Jan Ausma wil ik een pleidooi houden voor enig begrip voor de andere vrouw. Want die vrouw, dat is ook een verwonde vrouw. He, dat je tot zoiets in staat komt, dat maakt ook duidelijk dat ze een verbitterde vrouw is. En als we onszelf erbij betrekken vanmorgen, als we echt eerlijk zijn, dan zitten allebei van iets van beide moeders in ons hart en in ons leven. Het zit allemaal in iets van ons, van de ene moeder, dat we zeggen, maar het is zomaar verlangen, ik leef uit liefde. En er zit ook allemaal iets in ons van de andere moeder, die verdort uit verdriet. Ik moet denken aan een moment dat ik een grote fout maakte in mijn leven. En dat is namelijk dat ik een refurbished laptop heb gekocht. En ik kreeg de laptop opgestuurd, heel veel geld voor betaald. Na 3 dagen had ik al zo'n verrekte blue screen, dat is vet irritant. Nou, hartstikke naar, dat ding teruggestuurd, geen fijne klantenservice. Het duurde wel een week, nou zo niet echt lekker voor je werk. En toen kreeg ik de laptop thuis bezorgd en na een week weer zo'n blue screen. Dus enorm geïrriteerd belde ik al naar die man van de laptopwinkel en ik zei dit en dat. En ik kreeg zo'n gast aan de telefoon met zo'n pedant toontje, irritante gast. En nou, bij Gods gratie was het nog net niet, maar hij zei van, nou, je mag de laptop terugsturen. Nou, ik had ook een jaar garantie erbij betaald. En u moet natuurlijk wel de verzendkosten zelf betalen, maar voor deze ene keer mag u hem nog terugsturen. En ik had het niet meer. En ik schreeuwde door de telefoon, ik zei, joh, ben je wel helemaal goed, jongen? En het kan zijn, maar dat weet ik niet meer precies, geen actieve herinnering aan, dat ik misschien nog 2 zinnen zei die ook duidelijk maakten dat ik twijfelde aan zijn verstandelijke vermogens op dat moment. Maar ik merkte in mijn eigen leven, wat we als we eerlijk zijn bij ons allemaal wel merken, iets van bangheid en boosheid en bitterheid. Het zit in ons allemaal. En het kan zomaar om een klein geschil kan dat naar boven komen. En natuurlijk bij veel intensere situaties, hè, die veel dieper gaan dan een laptop, dat je een situatie die we allemaal meemaken, misschien van klein onrecht, maar misschien ook wel van heel groot onrecht dat je hebt meegemaakt in je leven. En dan komt echt die vraag vanmorgen op jou en mij af. Ga je dan verdorren uit verdriet naar zo'n situatie? Of pak je al je moed bij elkaar en zeg je, ik vind het zo lastig, maar ik durf te leven uit liefde. Eigenlijk is de vraag, hè, word je beter, word je bitter? Word je bitter of word je juist beter? Nou, ik las het boek van jou, Willem-Jan Ausma, en jij schrijft op een gegeven moment vanuit jouw aanpak, je visie. Ik zie dat mensen ook echt veranderen in de praktijk en dat triggerde me wel. Die moest denken aan Alfred Nobel, die je wellicht kent van de Nobelprijs van de Vrede. Maar aan het begin van zijn leven was Alfred Nobel een hele andere man. Hij was namelijk een scheikundige die een enorm fortuin verdiende met explosieven. En hij is de uitvinder van het dynamiet. En wat echt is gebeurd, zijn broer Ludwig, die stierf op een gegeven moment. Alleen, nou, kranten die hebben dus necrologieën, overlijdingsberichten klaar liggen. En per abuis dachten ze dat Alfred Nobel dood was. Dus ze hadden zijn necrologie in de plaats afgedrukt. Dus dat is best bijzonder, hè? Dan lees je je eigen overlijdensbericht in de krant. En daar stond Alfred Nobel, die laten we na in de gedachte dat hij de handelaar in de dood is geweest. Dat las hij over zichzelf in de krant. En dat choqueerde hem zo tot en met, dat hij een radicale verandering heeft ervaren in zijn leven. En dat is een moment dat hij heeft gezegd, ik stel mijn fortuin ter beschikking van mensen die de wereld wat mooier willen maken. En zo is uiteindelijk ook fortuin vergaard voor de Nobelprijs van de Vrede. Egoïstische Alfred, die werd rijk door vernietiging, maar door die verandering werd hij een nobele Alfred. Die gul werd in de vermeerdering van vrede. Ontzettend mooi. En dat is natuurlijk een hele grote, rigoureuze verandering, maar het kan in het klein ook. Nadat ik een dagje had afgekoeld, belde ik toch maar weer de jongen van de laptopwinkel. Niet om hem nog toe te wensen dat ik hem een LUL vond, maar omdat ik wilde leven uit liefde. En ik bood hem mijn excuses aan, welgemeend. En ik vond het heel interessant om te merken, hij vond het best prima en fijn volgens mij. Maar degene die het meest aan had, dat was ik zelf. Het luchtte mezelf enorm op, het zat niet meer in mijn gedachten en in mijn hart.
En mijn ervaring is dus ook bij veel intensere situaties dan bij zo'n laptop. En liefhebben, het is haast een daad uit egoïsme, want je knapt er zelf ontzettend van op. En dus als je echt geeft om jezelf, gun de ander niet jouw boosheid. En als je echt geeft om jezelf, vergeef de ander. Als je echt geeft om jezelf, laat die schuld van de ander los. En het is zeker niet makkelijk, maar als je dat doet, zul je merken, het helpt jezelf enorm. Nou, ik heb nooit meegemaakt dat God in een droom aan mij verschenen is. Laat staan dat hij zei van, nou Joël, vraag wat je wilt en ik zal het je geven. Ik sta er wel altijd nog voor open, dus ik zou dat wel heel mooi vinden en chill om dat nog eens mee te maken. Maar wat ik wel ervaar, is dat God zijn ware wijsheid niet alleen aan koning Salomo wil schenken, maar absoluut aan iedereen. Er staat een tekst in de Bijbel, de volgende. Komt één van u, ook van jullie, komt één van ons wijsheid tekort? Dan staat de vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, hij zal u wijsheid geven. Hier staat dus eigenlijk dat God gul geeft aan degene met een groot geloof en net zozeer aan diegene met grote twijfels. God geeft zijn wijsheid op een gulle manier aan diegene die zich misschien wel verkloot voelen en die het voor anderen verkloot hebben. God die geeft zijn wijsheid aan iedereen, aan degene die goede dingen hebben gedaan, aan degene die slechte dingen hebben gedaan. God staat hier, die geeft zijn wijsheid aan iedereen. En zonder onderscheid, zonder voorbehoud, zonder verwijt. En misschien denk je, waarom zou God dat in hemelsnaam doen? Nou, omdat God gelooft in verandering. Omdat God een specialist is van bittere mensen om hen beter te maken. God die verlangt ernaar om de bangheid, de boosheid, de bitterheid, om die te laten verdwijnen. En om in ons leven geloof, hoop en liefde te laten verschijnen. Liefde om vanuit te leven, recht vanuit het hart. Dank jullie wel.